Hallo allemaal, leuk dat je er weer bent. Vandaag laat ik jullie zien hoe we dit theehoudertje gaan maken. Degene die bij mij van de week de envelop in de bus krijgen met de herfst-wintercatalogus, die krijgen dit als presentje. Ik maak deze theezakhoudertjes met de Harvest Hello set. Hij staat in de nieuwe herfst-wintercatalogus op bladzijde 49 en is verkrijgbaar als bundel met de appelbeeldenpunch, waardoor je heerlijk het appeltje of het pompoentje uit kan stansen. De basis is een stukje cardstock van Granny Apple Green met de maat 8,5 bij 20,5 centimeter en die gaan we rillen. Let op dat je het juiste schuifje pakt. Sorry, ik ben een beetje verkouden. We rillen op 6,5, op 7,5 en op 14. Doe ik het schuifje bovenin. We gaan zo snijden. Het laatste stukje. Zorgen we dat de punt boven in het snijgootje ligt en de punt onder. En dan snijden we hem diagonaal af. Dan komt hij er zo uit te zien. Ik leg even de trimmer opzij. En dan gaan we verder met het vouwbeen. Verder hebben we 3 stukjes Whisper White cardstock nodig. Met de maat van 8,2 bij 6,1 centimeter. Eentje voor op de voorkant, eentje voor in de binnenkant en eentje voor op de achterkant. En we hebben nog een klein stukje papier nodig voor het diagonale stuk. En dat is 7,6 bij 5,6 centimeter. En we leggen net zoals bij het vorige dingetje het puntje aan de onderkant en het puntje aan de buitenkant, bovenkant in de snijgoot. En dan snijden we hem digitaal door. Ik heb alles erbij gepakt om te gaan stempelen. Het appelpadje, de pitjes. Een gestempeld appelpadje. Wat we hiermee gaan doen, vertel ik later meer. Een stukje washi tape, zwarte inkt en met 3 stukjes inkt. Met 3 stukjes papier. Ik ga er met 1 aan de slag. Ik beinkt appelpadje goed, want ja, zwart moet ook echt zwart zijn. En ik druk het af op mijn papiertje. Laat ik het ondertussen even drogen. En dat duurt bij zwarte inkt altijd net iets langer. Dan pak ik een stukje washi tape. Dat vouw ik dubbel als een bordje, zeg maar. En dat plak ik achter op het appelpadje. En die plak ik dan weer bovenop het gestempelde appeltje. En dan laat ik jullie nu eigenlijk de masking techniek zien. Ik heb ondertussen de stempels even schoongemaakt. Dat doe ik buiten beeld, want anders trilt alles hier op tafel zo. En we doen nog het laatste stempeltje. Dat is de tekststempel Pluk de Dag. En die komt uit deze stempelset Pluk de Dag, die ook in de nieuwe catalogus staat. Een van de Nederlandse stempelsets. Ik moet er nog even een beetje recht plakken. Daarvoor zijn die ruitjes dus zo handig. Dan pak ik het juiste papiertje erbij. En dan doen we het op de goede gok. Even mijn papiertje recht leggen. Ja,
Hij is nog recht ook. Nou, dan kan dit allemaal goed drogen. En dan gaan we verder met hiet en bossen. Ik heb een stukje rilrekpapier. Oh, die vergat ik net te laten zien. Dit is de embossing buddy. Die haal je over je papier heen. Die haalt alle vingerafdrukken en het vet weg, waardoor het beter blijft plakken. Maak ik een stempelafdruk. Ik doe altijd heel snel het doosje dicht. Ik heb een keer gehad dat mijn potje uit mijn handen viel en alles op het stempelkussen zat. Je strooit. Het poeder erop. Ik heb altijd een papiertje eronder liggen. Dat vind ik het makkelijkste werken. Je vouwt het papiertje dubbel. En je schenkt het zo terug in het potje. Leg die even opzij. Dan gaan we verder met het blaadje. Nou, zet ik de heat dingers aan en ga ik het verwarmen. Maar dan zet ik even het geluid uit. Tot zo! Dan knip ik even dit appeltje uit. Anders kan ik hem niet stansen. Nou, heb ik hier de appelbeeldenpunch. Hé, hebbers. Ook mij zit het wel eens niet mee. En voilà, daar heb ik hem uitgeknipt. Ik alleen nog even het rode stukje papier eruit zien te frummelen. Daar komt hij al. En het blaadje. Ik stempelde automatisch twee blaadjes omdat ik hem in het meervoud heb gemaakt. Maar je hebt er eigenlijk maar één nodig voor dit appeltje. En daar is de andere. Vouw je hem weer dubbel. Zet je hem dicht. En staat hij weer vast. Nou, gaan we. Het is een lekker chaotisch filmpje aan het worden. Want ik vergat dat ik natuurlijk ook nog een takje uit moet knippen. Dat is helemaal minuscuul en klein. Hier hebben we hem. Ik maak die weer dicht. Nou mag die wel weg. En dan gaan we verder met het bandje. Wat er omheen gaat. Het is een stukje shaded sprout. Groen. Het is 1,5 centimeter lang. En het is 15,2 centimeter breed. Ik pak even dit boekje als voorbeeld. Je zorgt dat die goed op elkaar ligt. Vouw je hem hier omheen. Doe deze hoeken even goed aanvullen en dan even de lijm pakken. Doe hier een klein beetje Tombo. Ik ben gek op vloeibare lijm, dan kan je nog een beetje schuiven. En dan hou je hem zo eventjes vast, totdat hij droog is. Ondertussen ben ik even op zoek naar mijn dimensionals. Die had ik er nog niet bij gelegd. Ondertussen is die droog. Pakken het kleine stukje van het steeltje. Sorry, maar ik heb nog steeds last van mijn verkoudheid en mijn keel.
Die plakken we erachter. Door de ene helft van het blaadje. Ik zal altijd even zo kloppen. Dan komt het naar beneden. Precies andersom natuurlijk. Dan plak ik het appeltje vast. Dan ga ik een beetje proportioneren. Zo ongeveer daar. Plak ik er 3-dimensionals op. Haal ik even de plasticjes ervan af. Even kijken dat hij goed gaat. En dan plak ik de appel erop. En dan gaan we nog even de paneeltjes erop plakken. Ik heb hier de groene variant. Het is een beetje chaotisch, lijkt wel. Maar dat heb je als je nog niet zoveel filmpjes hebt gemaakt. Dan gebeurt dit. Dan doe je de volgorde nog wel eens anders dan wat je normaal werkt. Dan is deze bijna klaar. Onderaan dit doen we ook nog een klein strookje lijm. En die laten we zo even drogen. Ik hou even mijn vingers erop. Ondertussen ga ik eventjes met mijn ene hand op zoek naar een stukje wit papier. Om hier de tekst op te maken. Dat doe ik met Granny Apple Green. En met het stempeltje. Uit de, deze stempelset is alleen voor demo's. Het is welkom bij het team. Of handgemaakt door je grootste fan. Deze kan je gebruiken als teamleider. Nou ja, en ik vond hem wel erg leuk om deze erop te zetten. Daar wordt ze blij van. Beetje geïnspireerd door bij Margriet. Die had zoiets pas ook gebruikt, maar dan net iets anders. Deze moet je altijd heel goed. Even eens omdraaien dat. En er even op laten staan dat de inkt er goed in kan trekken. En voilà, daar heb je hem. Ik zal hem even dichterbij houden. Want kijk, daar word je nou blij van. Even mijn stempeldoos dicht doen, voordat mijn werk er weer in komt te liggen. En ik ben op zoek naar mijn schaartje. Ah, dat heb ik ook al gevonden. Normaal doe ik het met een fijne schaartje, maar die kon ik zo even 1, 2, 3 niet vinden. Even kijken, pak ik eerst even het theezakje. Die schud ik even een beetje, zodat het goed verdeeld zit. Die stop ik erin. Gaan we deze er even overheen schuiven, want dan hebben we net iets meer houvast om de tekst te stempelen. De uiteindjes niet belijmen. Voilà. Klaar is die. Nou, leuk dat je hebt gekeken.
En ik hoop je volgende keer weer te zien. Tot ziens!